alle projecten van het ministerie van Openbare Werken die te maken hebben met het landelijk woningbouwproject zijn in volle gang, stelde Rakesh Kalisingh, onderdirecteur bouwkundige werken, vandaag tijdens een persconferentie over renovatie en nieuwbouw staatsgebouwen, verkavelingsprojecten en bouwregels. Kalisingh stelt dat bepaalde projecten waar er sprake was van stagnatie, er nu infrastructurele werken lopen. Om te beginnen, we hebben er 3 kaders binnen de bouwverkavelingsprojecten hier bij Openbare Werken. De eerste is het landelijk woningbouwprogramma, LWBP fase 1. En daarbij wordt voor de financiering gezorgd door, vanuit de staatsbegroting. Het is een kredietlijn vanuit IDB. En de scope van het landelijk woningbouwprogramma, fase 1 let wel, is... of bestaat uit 3 design-build projecten en 1 PPP projecten, of project, sorry. En momenteel zijn dus deze 4 projecten allemaal in uitvoering. De tweede kader, het Affordable Housing Project, AHP, zo staat hij bekend. Dit project wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank, ISDB, en de scope in grote lijnen bestaat uit nieuwbouwwoningen, renovaties en zelfbouw. Kalisingh geeft verder aan dat er binnen het China Aid Low Cost Housing Project 289 woningen opgezet zullen worden. Vanuit het landelijk woningbouwproject zijn de asfalteringswerkzaamheden bij het project aan de Purwodadiweg in volle gang. Daar wordt een mast van voor het elektriciteitsnetwerk in de grond geplaatst. En op de tweede afbeelding ziet u dus dat de elektriciteitsnetten reeds uitgevoerd zijn. En op dit project zijn er dus ook nog 3 stuks modelwoningen opgezet in het kader van de 7% hypothecaire voorziening van de overheid via de lokale banken. U allemaal ook bekend, neem ik aan. Kijken we naar het tweede project, dat is... Rayberg, de Design Build Project Rayberg. De uitvoerder daar is AMB, de aannemingsbedrijf, of het aannemingsbedrijf Baitali. En de directievoering vanwege de overheid wordt gedaan door het bureau BAP. Het project bestaat uit 915 kavels waar... Bij het project De Crepi worden momenteel ook infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd. Kalisingh stelt dat ten aanzien van het Affordable Housing Project van de overheid er 150 woningen in de eerste fase zullen worden opgezet, de Voorburg in Kommewijnen.